Oorlog in olieverf. De tentoonstelling van het werk van mevrouw Goldijn is tot eind september te zien in het Legermuseum in Delft. En nog een laatste bericht uit Bosnië. Vanavond hebben de Verenigde Staten hun nieuwste verkenningsvliegtuig, de Predator, boven het land ingezet. Dat is een hypermodern toestel en kan de VN-troepen op de grond bijstaan omdat ze troepenbewegingen kunnen signaleren. Het bijzondere van het toestel is dat het onbemand is. Het wordt vanaf de grond bestuurd, zodat de US Air Force geen piloten in gevaar hoeft te brengen. Dat was voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe Nova. Graag gedaan. Thank you.